De directeur is alweer op non-actief gesteld na 18 dagen. Ja, hilarisch. Maar het past helemaal in het beeld van Ajax hoe het op het ogenblik gaat. Het is met voorkennis, ja. Beetje voorkennis, maar ja, moet kunnen toch? Hij laaien lichter is nog niet weg of de andere komt. Verschrikkelijk. Ja, het is zo. Hij zal toch wel intelligent wezen, anders word je niet een directeur bij Ajax. En ik denk dat die toch wel een patiënt verdient ook daar, hoor. En dat je dan nog eventjes een beetje aandelen gaat kopen voor je aanstelling. Ja, dat is voorkennis. Dan moet je op de bladen zitten. Nou, ik denk gewoon dat die man heel dom is geweest, want die aandelen leveren helemaal niks op. Want het schommelt zo weinig. Dus ik denk gewoon, hij is gewoon dom geweest. Dat niet mag, dat moet hij, vooral hij, moet dat weten. Dus ja, het is hebzucht. Het is alleen maar hebzucht. Het is heel dom. Ja, hij zal wel geweten hebben. Dan heb je nou, moet hij nou de tol betalen? En op zo'n manier, dan komt hij nergens meer aan de bak als het goed is. Ja, hij zegt zelf, hij wilde ook een soort van positief signaal geven dat hij vertrouwen erin had. Ja, dat je zijn zakjes kan vullen. Hij weet wat er gaat gebeuren, toch, of niet? Dit kan gewoon niet. Dit kan niet. Maar ja, het overkomt de Ajax weer, hè? Het overkomt de Ajax weer. Die gifbeker lijkt maar geen bodem te hebben. Ja, maar die gifbeker die gooien ze zelf elke keer vol.